De opbrengst van een evenement dat op 23 april is georganiseerd ten behoeve van kinderhuis Soekdaam, de Kommewijnen, is zaterdag overhandigd aan de directie van het tehuis. De overhandiging geschiedde in het Jacana Amazone Wellness Resort. De directeur van het kinderhuis, Elfie Gayadar, is enorm blij met de donatie. Deze geste zal heel goed gebruikt worden ten behoeve van de kinderen van het tehuis op Alkmaar. Ik weet nog toen de heer Steven Brug mij benaderde, ergens begin april, toch, en aangaf, toch, hij kwam met zijn voorgenomen plannen om een wandel-evenement te organiseren, toch, met een meervoudig karakter. En toen was ik gelijk enthousiast. Hij gaf ook aan, u gaf aan, dat de wandelloop, toch, het zou een loop zijn om met als doel enkele plantages, de deelnemers zouden enkele plantages bezichtigen of kennis maken met enkele plantages. En daarnaast heeft het ook een gezondheidskarakter en ook gekoppeld aan een sociaal project. En we hebben het besproken, ik heb het ook doorgegeven aan het bestuur van EBGR. Gayadar zegt dat dit initiatief om een geste te doen van grote betekenis is voor het kinderhuis. Ze hoopt dat meer sociale instellingen zo een duw in de rug zullen krijgen. Deborah Winsen, vertegenwoordiger van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, zegt dat de donatie het bewijs is dat mensen wel bereid zijn om elkaar te helpen. Er zijn mensen, genoeg mensen in het land die altijd willen ondersteunen, maar soms krijgen ze de gelegenheid niet. En wanneer het gaat om jongeren, dan zie je van dat er verschillende vlakken zijn waar jongeren problemen hebben. Want hebben de dingen niet in handen en ze kunnen niets eraan doen. Maar als er organisaties zijn die willen ondersteunen en de mensen willen helpen, dan komt het zeker goed met die jongeren. Want ik heb zelf jaren gewerkt bij Bureau Dak en Thuislozen als manager. Dus ik weet wat het is als organisatie wanneer je steun nodig hebt en dat je die niet kan krijgen of de overheid moet iets doen en dan hebben ze de gelden daarvoor niet. Maar als er organisaties bereid zijn om te ondersteunen en jij die ondersteuning krijgt, dan voel je je sterk om verder te gaan met je werk. Winsen zegt dat het belangrijk is dat personen die in staat zijn te helpen, dat blijven doen. Vooral als het gaat om de ondersteuning van jongeren die het minder breed hebben.